Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van donderdag 12 december van Weerplaza. We zitten midden in een wisselvallige periode, maar vandaag profiteren we van een rug van hoge druk, zodat het een groot deel van de dag droog blijft. Alleen vanochtend kan in het noordoosten een lichte bui vallen. Verder schijnt de zon van tijd tot tijd en stijgt de temperatuur vanmiddag naar een graad of. 6. De wind neemt in de loop van de dag toe. Er komt een matige tot vrij krachtige wind te staan. En de zon is een zo groot deel van de dag te zien. Later vanmiddag raakt het vanuit het zuiden bewolkt. Vanavond trekt er een gebied met regen. Over het westelijk deel van ons land in het noordoosten blijft het tot middernacht nog droog. Morgen is het bewolkt en regent het van tijd tot tijd. In het noordoosten kan in de vroege ochtend een vlok natte sneeuw te zien zijn. De temperatuur ligt tussen de 4 en 8 graden en het waait flink vanuit het zuiden. In het weekend en ook maandag is het nog wisselvallig. Zaterdag staat er veel wind, mogelijk stormachtig langs de kust. Zondag vallen er geregeld buien en ook maandag is een enkele bui mogelijk. De temperatuur ligt wel aan de hoge kant voor de tijd van het jaar. Mijn naam is Diana Woei van Weerplaza.